Ja, nou, waar we nu weer zijn, bij mijn moeder, hè? En mijn moeders vriend. Kijk, dat is Ton. Die gaat nou een keertje meerijden, hè? Even zwaaien, ja. Ja. Nou, dat gaat mooi worden, hoor. Want dat heb ik natuurlijk 2 jaar geleden ook gedaan met mijn moeder. Nou, dat was best wel leuk. Nou, stap in. Gaan we even een stukje rijden. Mag je lekker over zichzelf een beetje praten. En die zegt. Zo, nou hopen dat hij doet natuurlijk. Gaat zo. Het? Appel moet je meteen stappen. Nou, hoort wat. Even, ja, hij zit gewoon dicht. Ja. Hij doet het. Nou. Ruik eens al die benzine. Stinkt die, joh. Ja, ja, maar dat is natuurlijk dat die heet is geweest. Is dat ding een beetje zacht zo? Wie geen gordel om? Nee, hè? Nou, hè? Wil je even over praten? Hoe je een beetje bij ons gekomen bent allemaal? Nou. Nou, Ton, die was natuurlijk de AB-salade, nee, kleersalade, zeg. Nou, die vond hij mijn moeder leuk. Dat was in 79, 77, 78. Ja, toen is hij bij ons komen wonen. 43. Nou, ja, al hele tijd, hè? 43 jaar. Ja, hè? Het is warm. Hier is die raam even open. Keuleertje. Ja. Meneer, deze meneer is al 89 jaar. 89! Ringelweetheid! En het ziet er gewoon nog geweldig goed uit. Hij heeft alles al gedaan wat God verboden heeft. Toch? Dat nou eens even. Dat kan je wel zeggen, ja. Nou. Kijk je uit. Ja, we gaan hoor. Nou, daar hoef je ook niet in. Lekker warm, hè? Ja. Lekker toetertje. Ik werd er straks even lastig gevallen door iemand. Met deze ging even, ik mocht niet inhalen bij hem. Toen deed hij moeilijk. Nou, toen heb ik toch een rookgordijn neergelegd. Hij was helemaal bang. Dat kan ik ook weer even doen. Maar, wij wonen natuurlijk, ik heb altijd met hem gewoond. En hij is natuurlijk een super opa voor onze kinderen. Ook geweest. En nog steeds. Daar leren we natuurlijk wat van. Ja, toch? Ja, ja. Ja, hij is altijd slager geweest. En alleen maar gewerkt. Willem! Ik kan wel even een rookgordijntje neerleggen. Maar ja goed, dus die vent die komt liever niet door, toen deed hij staat van roken zo. Hij schrok zagen de tyfus. Dat doet hij nooit meer. Maar toch, vertel maar eens wat. Ja. Oh. Ja, heerlijk. Gewoon, hij hoort er ook bij, hij moet ook in die auto. Maar hij zegt niet zoveel. Je zegt niet veel. Moet je even rijden? Kan je wel met deze rijden? Of ik daarmee kan rijden? Ik denk het niet. Nou niet meer denk ik. Nee, dat is voor de kwart. Zou ik er 1 keer een rookgordijntje neerleggen? Ja! Zeker hoor. Leuk hè? Ja, nou ja. Ik vind het toch knap hoe je het toch allemaal voor elkaar krijgt. Die leeftijd. Gewoon nog fietsen. Heerlijk. En gewoon nog gezond, hè? Dus in lijf en leden helemaal gezond. Je bent helemaal gespannen, zo gevaarlijk rijdt toch niet? Ja. Ik toch? Ja. Dan gaan we 2 wielen door de bocht. Wow. Oh, oh, shit. Oh, dat is maar weinig, hè? Het ziet als uit z'n 2, maar... Oh ja, joh. Zullen we een rookgordijntje neerleggen? Het is toch leuk? Je hebt altijd ook allemaal dit soort dingetjes gehad. Gaan we hoor. Goed voor het milieu. Dat is gewoon leuk. Ja, je voelt ieder dingetje. Oh, oh, hoor eens even. Gebeurt, hè? Maar krijg een mailtje van iemand die wil ook met die auto rijden. Kijk, ja, dan je darmen. Ja, je darmen, je nieren. Oh. Je darm, hè? Je gaat er niks loslaten, zeker, hè? Alles scheurt.
Ja, het is gewoon leuk. Ik kan met één handje sturen. Het is geen telefoon trouwens hoor. Het is gewoon een GoPro. Jezus Christus. Ik ga ze even toeteren. Die schrik zijn eigen lam, joh. Wat gebeurt? Zie je weer trillen? Lekkere wegligging heeft hij, hè? Mooi compressortje achter. Oh. Compressortje, dat is voor de klakson. Ja, maar ik denk ze daar ergens aan het verbouwen zijn. Jezus, mina, ja. Hè? Nou, vertel nou eens even wat. Voor je gezondheid en hier in te gaan zitten. Nee, maar het is wel een mooie ervaring die je nou hebt. Ja, ja. Dat heb je ook nog nooit gehad. En voor mij ben je ook nog nooit in deze auto geweest. Nee, klopt. Maar ook vroeger zeker ook niet. Nou, ja, hij ziet uit zijn twee. Ja. Nou, die moet je even een beetje vastgeven. Maar het komt helemaal goed. Ja, precies. Maar zullen we met twee wielen de bocht door? Ja joh. Ja, het schelen. Huppatee, ja. Hop, ga je vast, hè. Helaas. Hij schuift eruit zijn twee. Ja, het is werken met zo'n auto, hè. Even werken. Ja, maar ik denk wel lekker, ja. Ja, maar dat is helemaal niet erg, hè. Dat is leuk. Deze is een schrikkerdrager dood, joh. Dat moet ook. Het is ook een luchthoren. En, ja. Wat je denkt, treinhoren. Dat mag toch nog niet, eigenlijk. Waar staat dat? Ja, het staat nergens. Nee, maar... je mag geen meertonige horen. Oh. Maar je mag meertonige horen als ze gelijk klinken. Ja. Mag dat weer wel. En zo uit regen. Over dat geruitje die ze doen. Is dat wel zeker? Nee, 2-12. Maar het is gewoon leuk om te doen. Nee. Maar ik vond ook gewoon, jij hoort er ook bij. Maar dat is wel een auto met gebruik hoor. Nee, gebruik. Gebruiksaanwijzingen. Kijk, oh, hier zit de ruitenwisselaar. Daar stond het, daar is de zenuwen. Nee joh, dat valt wel mee. Maar het is Engels. 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 Engels, weet je wel? Engels. Het is altijd een drama. Zeker als het oud is. Er zit geen stuurbekrachtiging op. Geen elektrische ramen. Ja. Ruitjes is wel, denk ik, zou je het doen. Kijk. 1, 2. Het blijft gewoon lopen. Nou, je bent eruit. Veilig. Ja, ik ben weer veilig. Nou, er nog uit. Nou, er nog uit. Ja, ik ook hoor. Oh man, oh man, het uitkomen. Kom je eruit? Ja, ben je eruit? Moet je nog zwaaien? Dag. Nou. Je kijkt niet. De groeten. Dag. Ik moet even hier. Dag. Dat was hem. Ah.